Preventie Praat, een podcast vol inspiratie en inzichten voor een gezonder, veiliger en gelukkiger werkleven. We gaan in gesprek met de knapste koppen en warmste harten, zowel binnen als buiten groep IDW. Preventiepraat, want voorkomen is beter dan genezen. Laten we daarom praten. waar welzijn begint, uw host, Dimitri Stuur. U herkent het wel. Klamme handen, angstveet, een hart dat je in je keel lijkt te kloppen. Als we stress ervaren, weerspiegelt ons lichaam onze gevoelens. Stress is een stukje goed en een stukje minder goed. Maar langdurig is een ander verhaal. Tot nu werd dat onderzocht in labo-omgevingen. dankzij de beschikbaarheid van slim horloges of wearables, kan men fysiologische signalen monitoren. Niet zomaar voor de fun, want het is bittere ernst. Neem maar deze voorbeelden. Burn-out en aanverwante aandoeningen, zijn de voornaamste oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Ik ga wat goochelen met indrukwekkende cijfer om uh, ja, angstzweet van te krijgen. Uh, tegen 2035 zouden maar liefst 600.000 Belgen langdurig ziek zijn. De wachtlijsten in de mentale gezondheidszorg blijven aangroeien. Meer dan 1 miljoen Belgen slikken antidepressiva, terwijl maar de helft ze echt nodig heeft. Misschien herkent u dit wel. Nog niet genoeg cijfers. Meer dan 2 miljoen landgenoten slikken, kalmeren en slaappillen. Stefan Klaas, welkom bij Preventiepraat. Dank u wel. U bent psychiater en voorzitter van de onderzoeksgroep Psychiatrie van het Departement Neurowetenschap aan de KU Leuven. Heel recent deed u een groot onderzoek uh, met uw team om te kijken hoe je met slimme horloges of wearables uh, stress kunt meten. Dat klopt inderdaad. We hebben dus de Sweet Study gedaan, zoals die studie heette. En dat is een studie geweest bij. Toch een goede duizend mensen. We hebben dit niet alleen gedaan, dat was eigenlijk uh, geïnitieerd door onze collega's van IMEC, professor Chris van Hoof en zijn team. Mm -hmm. We hebben bij duizend mensen gedurende vijf dagen, van donderdag tot maandag, gemeten hoe hun stresssysteem, vooral dan lichamelijk gezien, functioneerde. Dus ja. je kan met die wearables kan je parameters gaan meten zoals hartslag. Hartritme variabiliteit, dat is al een complexer begrip natuurlijk. Dat gaat over de juiste timing van de hartslagen, de intervallen tussen de hartslagen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ook zaken zoals huidgeleiding, huidtemperatuur. En die geven u allemaal een idee van hoe. In de fysiologie van uw lichaam, uw stresssysteem functioneert. Ja. En wat heeft deze studie nu aan inzichten opgebracht? Merkwaardige inzichten? Ik vind dat toch wel. Ik ja, dat daar een aantal interessante conclusies uitgekomen zijn. Uh, met name was er toch een kleine groep, pakweg een 10% van die duizend mm -hmm. mensen. Uh, waarbij we zagen dat die toch anders functioneerden dan de anderen. Over wat ging dat dan? Bijvoorbeeld dat hun stressfysiologie. Mm -hmm niet goed overeenstemde met hoe ze zich voelden. Ja. Mensen die eigenlijk, ja, ook op momenten dat ze aangaven aan zich gestrest te voelen, wat dat vaak zo was bij die groep, mm -hmm. dat hun stressfysiologie eerder afgevlakt was, alsof die niet meer goed kon reageren. Mm -hmm. hè. Bij die mensen zagen we ook, en dat interesseerde mij ook wel fel, dat er um, hun stressfysiologie minder dynamisch was. In een soort smallere band eigenlijk. Mm -hmm. Wat eigenlijk ons tot de conclusie geleid heeft dat dat een groep was, waarbij het stresssysteem op een bepaalde manier uitgeput uh, was. Als we die mensen dan ook, want we hebben mensen ook vragen gesteld over hoe ze zich voelden, zag ja. je over het algemeen in die groep. Hogere niveaus van depressiviteit, hogere niveaus van angst en ook een beduidend slechtere kwaliteit van de slaap. Wat inspireerde u eigenlijk om dit onderzoek specifiek met wearables te gaan doen? Het is iets wat mij al heel lang bezighoudt, of mijn groep al heel lang bezighoudt. Wij zijn overtuigd dat, en dat blijkt ook uit veel onderzoek, dat stress een belangrijke uitlokkende factor is van. Zaken zoals depressie, burn-out, chronische vermoeidheid, chronische pijn, mm -hmm. angstproblemen. Alleen is het juiste verband um, toch moeilijk te achterhalen. Wat voor soort stress mm -hmm. maakt mensen dan ziek? Wat gebeurt er dan juist in het lichaam met dat stresssysteem, waardoor mensen ziek worden? En natuurlijk, we hebben heel veel onderzoek gedaan in het verleden, waarbij we in het labo mensen uitnodigden, mm -hmm. hun een soort stressstaak lieten uitvoeren. We zijn daar nogal creatief in om mensen in het labo <laughs> stress te bezorgen. Um, maar dat is toch nog iets helemaal anders dan in het dagelijks leven. Het is mm -hmm. pas eigenlijk de laatste jaren met die wearables en de technologie daarachter dat je eigenlijk ook kan gaan kijken hoe het in het dagelijks leven eraan toe gaat met dat stresssysteem. Ja. Ik ga het meteen toch al nu vragen, professor: kunnen we echt meten of we gelukkig zijn? Stressloos? Nee, dat kunnen we niet meten, vrees nee. Nee. Dus, ik. Gelukkig zijn is natuurlijk een hele brede term. Ja. Ik denk dat de ambitie in het begin was: kunnen we bijvoorbeeld emoties echt meten in het dagelijks leven? Mm -hmm. Ook dat is moeilijk. Ik denk dat zo'n stressfysiologie je niet echt kan vertellen of je nu blij bent of ongelukkig of wat angstig bent. Maar wat het vooral kan meten, denk ik, is of uw lichaam de stress die je ervaart nog goed kan dragen. Mm -hmm. En ik ben zelf overtuigd, en ook het onderzoek, dat iets zoals burn-out bijvoorbeeld ook echt ja. een lichamelijk fenomeen is. Op een bepaald ogenblik is de draagkracht ook van uw stresssysteem. In uw lichaam mm -hmm. um, overschreden. Ja. En dan krijg je een soort ontregeling die maakt dat mensen doodop zijn, um, heel stressgevoelig worden, slechter slapen enzovoort. En dan mm -hmm. krijg je die vicieuze cirkel naar uitval ook. Hè. Ja, dus belangrijk om stress net goed te begrijpen. omwille van gezondheid, hè? als ja. preventie op, op gezondheid. Absoluut. Ja. Ja. Nu, waarom denkt u.? Want ik las in een van uw conclusies uit het onderzoek ook. Um, Merkwaardig, ik herkende mezelf, want ik heb elke ochtend een nood aan een koffie en ik neem een ontbijt. En dat zou nu net meer stress veroorzaken, bleek uit uw onderzoek. Meer stress veroorzaken zou ik zo niet durven zeggen. Hè. Wat je hebt als je s morgens wakker wordt, is dat je stresssysteem even pikt. Dat moet ook, want je moet alert zijn om een dag te beginnen. Mm -hmm. En natuurlijk producten zoals cafeïne gaan dat soms nog een beetje doen toenemen. Hè. Ja. Maar die toegenomen alertheid die je dan daardoor krijgt, is op zich niet zo gevaarlijk. Alleen is het natuurlijk zo dat ja, je hebt een normale... Dagcurve van je stresssysteem. Die moet s morgens geactiveerd zijn, mm -hmm. hoger zijn. Als je er nog wat koffie bij drinkt, ja, dan zal dat nog een beetje toenemen. Ja. Maar belangrijk is dat het in de loop van de dag dan aan afneemt. Dat je mm -hmm. tot een lagere activiteit komt van je stresssysteem tegen de avond toe. Mm -hmm. En zeker. In het eerste deel van de nacht, tussen 12 en, en 4 uur s'nachts, laat ons zeggen, eerste deel van de nachtrust, mm -hmm. moet je stresssysteem zeer ontspannen zijn. Ja. We hebben ook uit ander onderzoek gevonden dat, dat wat bijvoorbeeld bij depressie kenmerkend is, is het onvoldoende mm. tot rust komen van dat stresssysteem tijdens de nacht ja, ja. En dan uh, zit je heel snel natuurlijk in een fout narratief, hè, als je ja, die absoluut, stress niet ja. onder controle krijgt. Ja. Nu, sowieso, stress wordt ook wel... Jullie bekijken dat wetenschappelijk, mm -hmm. maar in de maatschappij is stress ook wel een beetje een modewoord geworden. Mm -hmm. Als je vraagt naar iemand: hoe gaat het? Nou, veel stress komt ja. er heel vaak uit. Ja, ja. Hoe verklaart u dat? Leven we nu echt in, in stressvolle, meer stressvolle tijden dan, dan vroeger? Ik durf moeilijk spreken over vroeger en nu. Eigenlijk is dat heel moeilijk te achterhalen. Ik denk wel dat. Um Mensen ervaren dat er vaak veel druk op hen ligt. Mm -hmm. um, het leven is op een bepaalde manier wel complex. Mensen hebben ook vaak veel ambities en veel verlangens. Ze willen op het werk wel een en ander realiseren. Mm -hmm. Ze willen ook daarbuiten in hun gezin um, boeiende dingen kunnen doen. Ze willen mooie reizen maken. Ze willen leuke hobby's hebben. Ze willen er goed blijven uitzien. Ze willen sport doen. Ze willen veel. Ja. En dan zie je natuurlijk dat sommige mensen kunnen dat perfect aan En ook hun lichaam kan dat perfect aan. Bij anderen zie je dat die chronische druk op termijn toch tot soort ontregeling. Mm -hmm. leidt zo. En dat is wat ons ook, dus ook interesseert, want ja, hoe komt dat dan dat sommige mensen meer stressbestendig zijn en al die verschillende ambities en taken goed kunnen combineren mm -hmm. en dat bij anderen op een bepaald ogenblik dat lichaam eigenlijk aangeeft van nu is het op, nu gaat het niet meer. Ja, als we terug verwijzen naar dat onderzoek dat u hebt gedaan samen met IMEC, um, ja, wat kunnen we doen om minder stress te voelen? Is daar duidelijkheid over gekomen op basis van dat onderzoek, die wearables? Op basis van het onderzoek zou ik dat niet durven zeggen, maar in het algemeen denk ik dat de literatuur komt naar voren dat eigenlijk het heel erg oké okay is om af en toe hoge stressmomenten te hebben, zolang als die daarna gevolgd worden door een ontspanning. Mm -hmm. Als je zegt van goed, ik kan mij geweldig opladen voor een of andere prestatie die ik moet leveren, of een presentatie die ik moet geven, of wat dan ook, een belangrijke doelstelling, dan mag je stresssysteem, moet dat eigenlijk ook ja. uh, geactiveerd worden, als je maar tot die diepe ontspanning kan komen. Achteraf. En ik denk dat je dat wel, als je een beetje leert ook je lichaam te beluisteren, dat je dat ook wel een beetje kan leren om te ja. voelen: van is die ontspanning er voldoende op belangrijke ja. momenten of is die er niet? S'nachts maar ook overdag. Ja. Ja. We zouden wat meer en sneller uit die red race moeten stappen, professor. Mm -hmm. uh, meer, en ik ga een beetje uitdagen: meer yoga doen, uh, live coaches aanspreken. Maar is dat volgens u de oplossing, of niet? Ik ben daar niet tegen, tegen yoga en tegen lifecoaches, maar ik nee. maak me wel zorgen. Omdat ik zie dat er heel veel uh, mensen zijn met toch stressgebonden problemen, die op een bepaald moment bezwijken onder de druk van het leven. En dan denk ik, ja, als we naast al die mensen, die honderdduizenden mensen waar u in de inleiding over sprak, ja. als we daar overal moeten een life coach gaan naast zetten, of mindfulnessgroepen, of yoga... Jobcreatie, professor. Ja, dat is op zich. <laughs> <laughs> Zo ga je het ook bekijken natuurlijk, en dat gebeurt ook al voor een ja. stuk, denk ik. <laughs> maar we moeten toch met z'n allen nadenken hoe we um, eigenlijk meer preventief kunnen werken en zorgen dat het niet zo ver komt dat mm -hmm. mensen bezwijken onder die druk. Ja. Nu mindfulness bijvoorbeeld, of yoga, ja, wat zijn de kernelementen daarvan? Dat gaat een stuk over ook terugleren voelen wat er in je lichaam gebeurt, denk mm -hmm. ik. Dus echt die niet oordelende milde aandacht voor je lichaam. Dus ook mm. voelen hoe dat, dat eraan toe is. Ja. Maar ook een stuk ja, uh, kunnen we stilstaan bij uzelf, Dankbaarheid. En dat zijn belangrijke basisprincipes die, denk ik, we allemaal een stukje nodig hebben. Ja. En, In uh, 2022, nog niet zo lang geleden dus, bleek uit een studie van het SERF, uh, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. dat vrouwen meer last hebben van uh, werkstress dan mannen. Ja dat is inderdaad zo en dat blijkt denk ik inderdaad uit verschillende onderzoeken ook in andere landen mm -hmm. um, wat is natuurlijk last van werkstress hè? dat is ik denk dat om in dat onderzoek kijkt men ook vaak naar emotionele klachten die mensen hebben op basis van stress en van mm -hmm. werkstress. En daar scoren vrouwen hoger. Er zijn verschillende verklaringen voor. Men zegt, ja, maar vrouwen hebben ook nog altijd toch meer multitasking, en dragen ja. toch nog vaak een beetje de eindverantwoordelijkheid voor het gezin ook en zo, en hebben daar toch nog meer mm -hmm. ballen in de lucht te houden en zijn ook gestresseerder. Dat kan zijn. Ja. Andere onderzoek zegt ook wel dat vrouwen makkelijker in dit soort onderzoeken worden opgepikt omdat zij geneigd zijn om als het lastig hebben met emotionele klachten te komen. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld met ik voel me down of ik ben angstig. Terwijl mannen misschien eerder wat geneigd zijn om te externaliseren, dat mm -hmm. wil zeggen te, meer te gaan drinken bijvoorbeeld, mm -hmm. of prikkelbaarder te worden in contact en dat soort zaken die een onderzoek moeilijker oppikt. Dus mannen hebben ook wel last van werkstress, mm -hmm. maar tonen dat misschien net op een wat andere manier dan vrouwen soms. Zou het kunnen zijn dat vrouwen in aandeel meer werkzaam zijn in contactberoepen, onderwijssector... Zorgsector, wat op zich al wel meer stress oplevert, vrees ik. Dat is zeker zo. Hè? Dus we zien inderdaad ook in het onderwijs, in de zorgsector meer vrouwen. En men zegt soms ook dat um, personen die voor dat soort beroepen kiezen. ook mm -hmm. bepaalde persoonlijkheidseigenschappen, met name een grote betrokkenheid, een soort idealisme, soms ook een soort perfectionisme. dat ook stressbevorderend is. Hè? Dat is toch iets waar ook in het psychologisch onderzoek veel. Of gebeurt nu is met name het perfectionisme, hè? Het, het streng zijn voor uzelf, het uzelf voortdurend beoordelen, vinden dat het allemaal nog maar wat beter zou kunnen, en dat is toch een belangrijke factor ook die stressgebonden problemen zoals burn-out en zo kan uitlokken. Ja. Nu algemeen is toch wel gebleken uit het hele verhaal van die wearables dat onderzoek en, en de mogelijkheden, en de toekomstmogelijkheden daarvan. Psychiaters en ingenieurs, dus u en collega's en IMEC-ingenieurs, dat blijkt een gouden combinatie te zijn. En wie denkt dat het niet sexy klinkt waar ze mee bezig zijn? De Chillband, ja. professor, legt u dat eens uit. Maar de Chillband is een, uh, een soort slimme horloge hè, die ontwikkeld is door uh, IMEC om op zo betrouwbaar mogelijke manier aan de pols hè, die signalen te meten. Mm -hmm. um, dus huidgeleiding, huidtemperatuur, hartslag. Um, dat is op zich een heel mooi instrument. Instrument, natuurlijk, er zijn ook commercieel heel veel instrumenten beschikbaar nu die dat soort dingen kunnen meten. Hè. Denk aan een, een Apple Watch of aan een mm. Fitbit en al die zaken die mensen dragen, die dat soort zaken kunnen meten. Natuurlijk, het voordeel van die, uh, de tools die wij gebruikt hebben, samen met Emac, is mm -hmm. wel dat um, ja, we heel goed toegang hadden tot de ruwe data eigenlijk. En daar ook allee, analyses konden doen tot op de ruwe data van wat er nu eigenlijk gebeurt, wat moeilijker is met commerciële uh, wearables. Mm -hmm. Waar ik me ook wel wat zorgen over maak is dat er een aantal commerciële wearables beschikbaar zijn, die, die dingen meten en die ook feedback geven aan mensen daarover en zeggen van ja maar je stresssysteem zus of je stresssysteem ja. zo of let op hiervoor, terwijl daar eigenlijk vaak weinig goede wetenschap onder zit zo. Hè. Dus we ja, kunnen nu heel veel meten, dingen denk dat we dat ook moeten blijven doen. Mm -hmm. Alleen moeten oppassen met mensen gerust te stellen of angst aan te jagen op basis van dit soort data, waar we eigenlijk nog heel veel ook niet van begrijpen. Ja. U bent als het ware wetenschappelijk dan wel elke dag met stress bezig, het onderwerp. Ik vermoed dat u stressbestendig bent dan. U hebt er zelfs een boek over geschreven, De gestreste samenleving. Ja. Dat is een boek dat zwaar op de maag ligt als je het leest, denk ik, of niet? <laughs> dat valt nogal mee, denk ik. Ik ja. denk, ja, dat boek gaat een stuk over de patiënten die ik in mijn praktijk zie... Mm -hmm mensen met depressies, maar ook burn-out, ook chronisch vermoeidheidssyndroom enzovoort. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk mensen die in klassieke medische termen en ook in klassieke psychiatrische termen geen echt ziektebeeld hebben. Hè. Dat zijn geen omschreven ziektebeelden, mm -hmm. maar dat zijn wat ik dan noem uitputtingssyndromen. Hè. Ja. Mensen die bezweken zijn onder de druk, en daar natuurlijk is dat stressonderzoek dat wij doen relevant om te proberen te begrijpen wat daar dan juist mee aan de hand is. Ja. Dus dat is meer het medische deel van mijn boek, ook een maatschappelijk deel, waar ik probeer te bekijken, maar daar ben ik natuurlijk, ook stel ik mij kwetsbaar op, want ik ben geen socioloog of geen antropoloog. Mm -hmm. Maar probeer toch te kijken: van wat speelt er in onze maatschappij dat zoveel mensen die druk ervaren? En dan ja. gaat inderdaad over die veelheid van dingen die we al vermeld hebben: het zelfkritisch perfectionisme, ja. maar ook de heel grote openheid van de wereld met talloze prikkels en talloze mm -hmm. keuzemogelijkheden. voor veel mensen. Prachtig en prima, we, we willen ja. die open vrije wereld met al die keuzemogelijkheden. Ja. Maar voor sommigen ook zwaar en lopen daar een stukje in verloren. Ja. Ja. Opmerkelijk, u haalt in uw boek uh, ook iets aan over de kracht van dankbaarheid en optimisme, zelfs in moeilijke tijden. Ik moest met alle respect hoor, professor, aan Ingeborg denken over dankbaarheid. Ja. Maar u komt er ook ja. mee af in het boek. Wat bedoelt u daarmee? Dankbaarheid, optimisme? Dat is ook iets waar de therapie onderzoek nu wel komt. Hè. Ik haal een aantal dingen aan waarvan ik denk dat we ze allemaal een beetje moeten terugzien eer herstellen of terug herontdekken een stukje, het gaat over dingen zoals mildheid en mededogen, mm -hmm. maar ook over dankbaarheid inderdaad, hè. dus ik, om u een voorbeeld te geven, ja, ik zie veel opgeraide mensen bijvoorbeeld, die dan in een burn-out zijn gegaan, omdat er op hun werk iets misgelopen is, of een, of een probleem heerst, of een moeilijke baas mm -hmm. en die daar zo op gefocust geraken dat ze eigenlijk het oog verliezen waar ze eigenlijk staan in het leven, mm -hmm. dat ze een mooie baan hebben, dat ze een mooi gezin hebben vaak, dat ze financieel geen problemen hebben enzovoort mm -hmm. en we hebben soms een neiging, mensen zijn vooruit Denkers, hè. Wij denken altijd vooruit ja. en we denken vooral aan de dingen die moeilijk gaan, hoe dat we die gaan oplossen en als die niet direct op te lossen zijn, dan lopen we daarin vast. Ja. En we moeten ons dat tegenwapenen een beetje en wat breder durven kijken naar hoe ziet ons leven eruit, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. En natuurlijk daarom is bijvoorbeeld iets zoals ja, meditatieoefeningen, mm -hmm. dienen daar ook een stuk voor, hè, dus ik ben daar niet tegen. Alleen hoop ik dat we dat vanzelf leren en dat we ja, ja. niet een dus yogameester nodig hebben om het ons uh, ja. dienst te maken. Ja. Meer welzijn, minder stress, dat klinkt mooi, maar als we het even doortrekken naar de werkvloer, het bedrijfsleven, hebben leidinggevenden volgens uw professor een actieve rol te spelen voor een gezondere werkomgeving? Ja, ik denk dat wel. Hè. Ik denk dat daar ook wel heel wat onderzoek naar is natuurlijk, naar, naar dat soort zaken. Ik denk, over wat gaat dat dan? Het gaat natuurlijk een stuk over... Menselijkheid en een, 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 een menselijke houding naar de mensen die voor u werken, maar toch vooral duidelijkheid scheppen. Hè. Um, dat wil zeggen um, dat mensen duidelijk weten wat van hen verwacht wordt. Hè. Een van de grootste dingen die het stresssysteem belast bij mensen is ambivalentie. Hè. Een, een baas die een ene dag heel vriendelijk is voor u, en de andere ja. een dag je afsnout en je weet niet hoe waarom, hè. dat is heel lastig. Ja. Of niet weten wat er voor u perspectief hebben. Weten van ik kan hier groeien in dit bedrijf, of ik kan niet groeien. Uh, en Wat is daar dan voor nodig om te groeien? En dat dat allemaal een beetje transparant is, dat zijn heel belangrijke, belangrijke zaken, zoals uit veel onderzoek ook wel, wel blijkt, denk ik. Hè. Ligt het werktempo te hoog misschien ook? Dat vind ik een moeilijke zo, omdat ik denk dat er zijn mensen die 12 uur per dag werken, mm -hmm. die zeer gedreven zijn voor hun job, die dat zeer graag doen en die daar zes dagen op zeven kunnen doen, bij wijze van spreken, ja, ja. en daar niet ziek van worden. Hè. Ja. Die zijn er zeker ook. Dus het gaat, het gaat natuurlijk over het feit dat je voldoende ontspanning moet hebben. Mm -hmm. Maar het gaat wel over de vraag van waarin vind je die ontspanning ook? Hè. Vind je die echt ook buiten je werkuren? Ja. Uh, wat gebeurt er dan? Uh, zit je goed in dat werk? Heb je het gevoel dat je daar op je plek zit, dat dat past bij wie dat je bent? Mm -hmm. Um, ik zie ook mensen die bijvoorbeeld in een job zitten die ze enorm geambieerd hebben, ja. niet zozeer omwille van de inhoud van de job, maar omwille van de hiërarchische positie bijvoorbeeld, en dan als ze daar dan zitten ontdekken dat het eigenlijk ook hun ding niet is. Ja. Ja. En dan durven, dus dat vind ik bij ons toch wel een verschil met sommige andere landen, wij zijn toch tamelijk um, onflexibel daarin zo. Hè? Om ja. onder oog te zien van, kijk, ja, wat ik nu doe past echt niet zo bij mij. En ik zou een gelukkigere mens zijn. En als toch ik... blijven we in die situatie ja. hangen en dan krijgen we stress. een stap terugzetten. Een nachtmerrie, voor, ja. voor mensen een stap ja. terugzetten. Wat is dat dan? Hè? Dat je zegt ja. in een bedrijf, ja, nee goed, dat is niet voor mij. Ik ga ja. terug doen wat ik ervoor deed. Ik mm -hmm. verdien dat misschien wat minder, maar daar was ik bij wel gelukkig in. Mm -hmm. Dat durven doen, daar wat over nadenken af en toe en stappen durven zetten, lijkt mij heel belangrijk. Conflict op het werk zijn toch ook wel een uh, stressveroorzaker? Zeker, ja. Absoluut. En dat is is vaak iets, want dat is inderdaad wat ik ook heel veel hoor: als mensen uitvallen op het werk, is het voor meestal niet of vaak niet om de inhoud van het werk. Bijvoorbeeld, een leraar die ik nog gisteren zag, die uitgevallen is al een hele tijd, dat gaat niet dat hij niet meer graag voor de klas staat. Maar het gaat over, over een relatie met collega's, met de directie en zo. Dus dat is inderdaad een belangrijke bron van stress voor mensen. Ja. U wordt er elke dag mee geconfronteerd, tenminste bij anderen, bij uw patiënten, in onderzoeken. Uh, blijft u hoopvol dat stress ooit nog eens onder controle geraakt, de foute stress dan verdwijnt? Ik denk dat wel, ja. Ik denk alleen dat we. Uh, ik zie ook dat heel veel mensen met stressgebonden problemen dat die echt wel herstellen hè, en het daarna teruggoestellen. Dus op dat vlak ben ik al hoopvol. Ik hoop alleen dat we dat in de toekomst die mensen minder psychologen en psychiaters gaan nodig hebben. Hè, dat we tot een soort andere manier van naar dingen kijken kunnen komen met die dank. Ja, dat is de bedoeling. Eigenlijk zijn we ook niet opgeleid daarvoor. We zijn opgeleid om mensen te behandelen met schizofrenie, manisch depressieve ziekten en zware verslavingen. Dat is waar we zijn opgeleid. En eigenlijk niet voor die grote groep mensen die we met plezier proberen te helpen. Hè? Maar die grote groep mensen die met die uitputtingssyndromen kan. Dus wij moeten eigenlijk proberen om die preventief uit die gezondheidszorg weg te houden, dat ze ze niet nodig hebben. Hè? Dat is de uitdaging. Hebt u zelf zo zo'n een, een ja, bepaald ritueel dat u zegt: van ik ervaar, u ervaart waarschijnlijk ook wel eens af en toe stress Zeker. die u liever niet hebt of voelt? Um, hoe gaat u er zelf mee om? Dat is een goede vraag. En toen ik mijn boek schreef, moest ik ook regelmatig aan mezelf ook denken, hè? want inderdaad, we hebben allemaal wel een beetje die, uh, denk ik, die ervaring. Voor mij is het zeer belangrijk om ook momenten te hebben dat ik echt niks moet doen. Dat ik gewoon uh, in een... In, en ook een beetje nee kunnen zeggen tegen de talloze dingen die op mij afkomen. Dat wil zeggen, ik krijg veel uitnodiging om toch nog meer naar een vergadering daar te gaan. Of naar een receptie hier te gaan. Of nog een keer sociale activiteit bij te wonen. Op een bepaald moment ook te zeggen van oké, okay, mijn lichaam, mijn geest heeft nu rust nodig. En ik ga nu gewoon een weekend proberen gewoon niets te doen. Dat wil niet zeggen dat ik in de zetel blijf zitten, hè, maar niks moet. Ik kan echt zo wat creatief dan doen waar ik dat ogenblik eh, mij toe geroepen voel. Dat is, vind ik een fijne ervaring. Kunnen we als conclusie stellen, professor, uh, mensen zijn geen Duracell-konijnen? Ja, absoluut. Ja. Dat is absoluut de, de conclusie die ik zou zeggen, en dat is ook de conclusie van mijn boek een beetje, hè, van... Probeer goed en geduldig naar uw lichaam te luisteren. En er ook mild voor te zijn als het aangeeft dat de grens bereikt is. En ken u zelf. Weet een beetje wie je bent. Wat voor jou weggelegd is. Dat wil niet zeggen dat je geen ambities mag hebben. Maar wees realistisch in hoe dat je leven probeert te leiden. U hebt mij trouwens ook overtuigd om nu toch eindelijk een wearable aan te schaffen. Je weet nog nooit wat ik kom ja. te weten van mezelf. Veel succes daarmee. Dit was Preventie Praat. Een podcast van IDW. Defensiepraat, waar welzijn begint.